Het is wel jammer dat dat bekend is geworden eigenlijk. Hè? Waarom? Nou, je kan beter geheim houden. Dan denk je dat die noodknop wel werkt. Ja, wat slaat dat er maar op? Nou, dat meen ik. Ja. Tot nu toe is het enige wat jij hebt gezegd als hij het zegt, waar staat dat nou weer? Zegt dat de hele... Dan kan je net zo zeggen, waarom doe je dat ding dan aan? Nee, maar wat hij bedoelt is dat mensen nu weten, ik kan een agent aanvallen. Ja, want, ja, maar dit wordt want die noodknop die werkt niet. Nee, maar ik neem toch aan dat ze gelijk wat aan gaan doen. Nee, ja, maar ja, dat is, dus daarom hebben ze gezegd, het is een noodkreet van luister, de leiding luistert niet, wij willen dit veranderd. Maar hij zei toch ook dat wat ze dus nu moeten doen, agent, dat vond ik echt idioot. Die bellen dus nu, omdat die noodknop niet werkt, die moeten nu zelf 112 bellen. Ja, moeten ze, ja, dat is toch een heel raar gesprek. Of ze moeten een app openen op hun telefoon. Ja, ja, ja. Ja, en die mogen dan alleen maar 100 kilometer per uur of zo, toch? Of weer mogen die over de hand. Dat zou je... Ik heb het idee dat onze aflevering volgende week pas begint. Ik zit even te kijken waar die associatie vandaan komt. Maar die... Nee, dat was toch vandaag... Vandaag was het op het... Hey, en er liggen al paaseieren in de winkel. Welkom bij Dit Was Het Nieuws Niet. Met Rogier en Frank. Morgen Frankie. Welkom bij Dit Was Ook Leuk. Week? Ja, skiën. Kun je volgende week ook? Of ga je ook weer skiën? Weer skiën. We gaan razen snel naar de oplossing. Hebben jullie geskiet? Gewoon een hele dag. Eén dag. Jullie zijn een maand gaan skiën. Ja, nee, er was geen sneeuw. Nee. Er was geen sneeuw. Had je helemaal een nieuw skipak gekocht? Nou, je moet eens weten, echt. Ik zag eruit om nog een ringetje te halen. Wat kleur? Absoluut. Het was rood-wit. Maar ook echt helemaal. Het hele ensemble. Witte helm, witte bril, witte broek, rood jack, rode sokken, rode bril. We snappen hoe rood-wit werkt, maar dankjewel. Nee, maar het was helemaal van top tot teen door. Ja. Oh. Eén dag. En gaat die één dag skiën op de dag dat het slechtste weer van de wereld was. Maar dan zie jij eruit als zo'n stopbord bij een piste. Deze piste is dicht. Dat iedereen erachter ook. En dan zal ik je zeggen, ik zie enorm die helm op met die bril en alles. Ja. Dus dan zie je alleen maar dit. Ik zit echt in de skilift. Zit er twee mensen naast me. Nou, ik denk, ja, ik was namelijk alleen gaan skiën. Dus ik zeg tegen die mensen, oh, what's up, how are you, bla, bla, bla. Oh, but Jim, je hebt toch ook Geer van Paleis voor een prikkie? Nee. Ik denk, ze zien alleen maar dit. Ja. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja, maar ze horen je wel, denk ik. Blijkbaar dus. Ja. Ze horen jou boos maken over de noodknop. Die mensen kwamen, heb ik een heel leuk gesprek mee gehad. Ja. Kwamen uit Soest. Nou, wat een leuk gesprek. Maar dit was waarschijnlijk het hele gesprek. Waar komen jullie vandaan? Soest. Leuk gesprek. Helemaal niet. We hebben heel lang gesprek gehad. Leuk, ja, heel dicht bij elkaar. Denk je, die lift duurde 20 minuten of zo. 20 minuten? Nou, ja, misschien was het een kwartier. Goed, we gaan razendsnel naar de oplossing. Nee, en toen ging je, wacht even, 20 minuten naar boven en toen lag er geen sneeuw. Ja, nee, die dag toevallig wel. In je rood-witte pak. Ja. En toen dachten mensen, er komt een slagboom naar beneden. Ja, dat kan allemaal. Een slagboom. Geweldig. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je dan op het kanaal of like het hier beneden. Ja, en dan zie je meer. Jij zegt hier like hier, maar je bent heel klein. Dus dan, je wijst nu in het, je wijst nu in het midden van het filmpje. Hier, like hier. Hier. Hierom. Hier like. En hier, abonneer. Is er ook enige reden waarom ik hier sta? Nee, niet.